Jezus? Ja, dat klopt. Nou, dan heb ik een goed idee voor jou. Oké, kom maar op. Of je bent elke avond je stem kwijt, of je moet iedereen 54 keer inhameren. Oeh, dan zou ik toch liever gaan voor iedereen 54 keer inhameren. Hoi, ik ben Amber en ik ben FT Vicepraeses. Amber, ik heb een vraag voor jou. Heb je liever dat je elke keer als je een tosti bestelt, je daar 54 minuten op moet wachten? Of schrijf je liever het meerjarenplan met de hand? Ja, dan schrijf ik het meerjarenplan met de hand. Want ik ga denk ik heel veel tosti's bestellen, dus dat zijn heel veel uurtjes. Hey, Aletta. Hey. Jij bent toch de FT Abactus? Ja. Oké, ik heb een dilemma voor jou. Of elke activiteit wordt maar door 54% van de mensen maximale capaciteit bezocht. Of je moet elke notule die je maakt 54 keer doorlezen voordat je ze mag opsturen. Wel lastige, maar ik zou ze 54 keer lezen, want alles wil weten. Hoi allemaal, ik ben Roos en ik ben FT Questor. Roos, wil je liever alle uitgaven in losse euro's doen of 54 keer per jaar een casco? Ik denk dan toch liever alle uitgaven dit jaar in losse euro's gaan doen. Anders wordt het een heel lang jaar. Hey Sas. Hey. Nog gefeliciteerd met je plekje in het 54e FT-bestuur. Ja, dankjewel. En natuurlijk met je functie als FT-commissaris onderwijs intern. Ja. Hey, ik heb een dilemma voor je. En optie 1 is dat de standaardcensuur aangepast wordt van 60% naar 54%. Oké. Okay. En optie 2 is dat eigenlijk iedereen door de coronapandemie een studievertraging van 54 weken oploopt. Laatste, dat is wel heel lang. Dat is namelijk een jaar. Dan maar optie 1. Hey, Josjan. Hey. Ben je niet de FT-commissaris onderwijs externe? Ja, dat klopt. Ik heb een leuk dilemma voor je. Vertel. Elke mor mag maar maximaal 54 minuten duren. Of elke instroom biedt nog maar plek voor 54 co-assistenten. Oei. Dan ga je denk ik toch voor het inkorten van de mor naar 54 minuten. Hey, Joep. Hey. Ik zag dat je FT-assessor interne en assessor bar bent geworden. Ja, dat is helemaal waar. Hey, ik heb even een dilemma voor jou. Als je zou moeten kiezen, zou je dan gaan voor 54 aanmeldingen per commissie? Of zou je de openingstijden van het VAT verkleinen van 5 dagen naar 4 dagen? Lastig, maar zou ik zeker gaan voor 54 aanmeldingen per commissie. Hey Floor! Ben jij daar? Gefeliciteerd met je plekje in het 54 FT-bestuur. Dankjewel. Met als functie natuurlijk FT, assessor externe. Ik heb een dilemma voor jou. Ik ben benieuwd. Optie 1. Je gaat altijd met Aletta, je sponsorpartner, achter op de fiets naar alle externe afspraken. Of je schotelt tijdens de MCC, verbrandt eten aan de partijen voor. Ja, dat is een hele lastige, maar ik ga toch voor optie 1.